Ja, je kunt hier heel veel leuke dingen vinden. De Zaanstreek is al heel vroeg bewoond geweest, al in de ijzertijd woonden mensen in Assendelft. Dus daar vind je resten van. Er zijn hier in de Romeinse tijd mensen geweest, dus ja, daar vind je resten van de Kromenier, allerlei opgravingen gehad met Romeinse vondsten. Maar ook heel belangrijk is natuurlijk de middeleeuwen, toen eigenlijk de Zaandorpen gesticht werden. Daar vind je allemaal dingen van. In Oost-Zaanen wel wat terp opgegraven met oude woonhuizen erop en de grote terp waar de kerk op lag. En dan ook de 17e, 18e eeuw dat je de molens kreeg langs de Zaan en in het veld. Nou, daar vind je ook allemaal dingen van terug. We hebben laatst bij Nauwena, bij de Pauw een opgraving gedaan, de resten van de windmolens. Maar ook in Oost-Zaan hadden we op een gegeven moment een kan opgegraven van Spaans goudluster Miolica. Dat is een speciaal soort aardewerk dat in Spanje gemaakt wordt. En dat ding was heel oud, dat dateerde rond 1500. Maar daarnaast vonden we ook allemaal scherven van olijfkreuken. Wat betekent dat er iemand handel dreef op Spanje. Maar over het algemeen wordt aangenomen dat dat pas op het eind van de 16e eeuw gebeurt. Maar in Oost-Zaan was iemand die dat al eigenlijk als een van de eerste in Nederland deed. Nou, dat was ook helemaal niet bekend. We hebben traankokerijen gehad. Een soort industrie was dat waar die traan gekookt werd. Nou, je vindt in het Wormerjisperveld vind je over de walvisbotten. Maar we vinden ook van de recente industrie allerlei rare sporen. Er zijn sloten gedempt of volgestort met mislukte potten pindakaas van Deuvis. Dan was je aan het graven, dan vond je opeens allemaal oude potten pindakaas. En in Assendelft weet ik een sloot, die zit vol met oude schoenen. Ja. Die fabrieken hadden vroeger eigenlijk tot in de jaren 60, stortten ze hun afval hier gewoon in de omgeving. En dat vind je allemaal terug.